In deze video-examen 2022, tijdvak 3, HAVO Wiskunde B. Dit is vraag 10 en 11. Op het domein 0,3 is een functie f gegeven. Het is een sinusoïde. En wij kunnen aflezen dat de evenwichtstand is, i is 0. De amplitude, hè, want we hebben geen optelling. De amplitude is 2. Dus even kijken, de C is namelijk 3, dus de periode is dan 2 pi gedeeld door 3. We hebben geen horizontale verschuiving, dus de sinusoïde begint in het punt 0,2. En dit is een periode. Dus je weet ook de x-waarde bij deze top. Het punt A is het meest links gelegen snijpunt van de grafiek van f en de lijn met vergelijking. I is de wortel van 3. Dat is hem. En lijn K gaat door de oorsprong en punt A. En wij willen graag berekenen de richtingscoëfficiënt. Nou, lijn K ziet er dan uit als I is A keer X. En we willen dus berekenen de A. En als je die A gaat berekenen, wat doe je dan altijd? Dan doe je delta I gedeeld door delta X. Dus wij hebben nodig eigenlijk alleen maar die X-waarde. Die x-waarde hebben we nodig. En de y-waarde, die weten we al, want dat is de wortel van 3. Dus, nou, om die x-waarde te gaan berekenen, gaan we dus f gelijkstellen aan de wortel van 3. Dan gaan we links de rest gaan we vermenigvuldigen met een half, zodat we krijgen in ieder geval aan de rechterkant een half wortel 3. Nou, dan is het wel handig dat je bekend bent met de eenheidscirkel. Dus ik zet hem er eventjes neer. Het gaat om cosinus, dus we zoeken op de horizontale as naar een half wortel 3. En daar staat hij dus. En ik los hem even volledig op. En we lezen af 1 zesde pi en 1 vijf zesde pi. Oké, dus we gaan krijgen. Nogmaals, ik doe hem even helemaal volledig. 1 zesde pi plus k keer 2 pi of 5 zesde pi plus k keer 2 pi. En dan gaan we links de rest gaan we vermenigvuldigen met 1 derde, zodat we overhouden x. Dus 1 derde keer 1 zesde pi en 1 derde keer k keer 2 pi. En dat doen we nog een keertje. Nou, we zoeken het eerste snijpunt met de lijn I is de wortel van 3. Dus de x-waarde van punt A is dan 1 achttiende pi. Nou goed. Dan kunnen wij berekenen de richtingscoëfficiënt van K. Dit is wat we doen. Nou, de y-waarde, die hadden we al, dat is de wortel van 3. De x-waarde hebben we ook. En we moeten hier naartoe schrijven. Dus misschien doe ik het in jouw ogen een beetje onhandig, maar ik doe het als volgt. Ik ga even kijken naar de noemer. En dan doe ik even tellen keer tellen, noemer keer noemer in de noemer. Hè. Dus dan krijg je hier pi gedeeld door 18. En je weet ook, als je deelt door een breuk, dan mag je vermenigvuldigen met het omgekeerde. En als je nu weer doet tellen keer teller en noemer keer noemer, dan kom je uit op het gevraagde 18 wortel 3 gedeeld door pi. We gaan naar vraag 11, de volgende bladzijde. Nou, punt T is de meest rechts gelegen top van de grafiek van f. En lijn L gaat door O en T. Oké. En we moeten dus berekenen hoek AOT. Dus dat is dit hoekje. Oké, van K weten wij de helling, hè, die, als je die niet hebt berekend, staat natuurlijk boven de vraag. Kun je gebruiken. En dan kun je dus berekenen de hoek van K ten opzichte van de x-as. Dan moeten wij ook nog de helling berekenen van lijn L, zodat we ook kunnen berekenen de hoek van L ten opzichte van de x-as. En dat halen we van elkaar af. En dan krijgen we die hoek. Dus we moeten berekenen de helling van lijn L. Maar laten we eenvoudig beginnen. Dus we hebben die top hebben we nodig.
F, dat is dus is de sinusoïde, 2 cosinus tussen haakjes 3x. Nou, laten we eenvoudig beginnen. Dus we gaan berekenen de hoek van k met de x-as. Dus we hebben nodig de helling. En ik vergeet daarachter te zetten een x-je. Want als dat er niet staat, dan is het natuurlijk een lijn. Ik zet hem daar even snel achter. Kijk. Nou is het compleet. Dus dit gaan we op de rekenmachine. Dus ik pak mijn rekenmachine erbij en ik tik dat in. En dan kom ik uit op 84,245. Puntje, puntje, puntje. Goed. Nou, we hebben nodig de x-waarde van t. Laat ik daarmee beginnen. En wat me opvalt is het volgende. Op de vorige bladzijde zei ik ook al dat we geen horizontale verschuiving hebben. He, dus die sinusoïde, dus 2 cosinus 3x begint hier dus. En ja, dit is één periode. Dus we moeten even berekenen wat de periode is van f. Dus dan hebben we nodig de c. En de c is 3. Dus de periode is dus 2 pi gedeeld door 3, oftewel 2 derde pi. En dat is dan automatisch ook de x-waarde van t. Nou, we hebben nog nodig de y-waarde van t. Nou, die weten we eigenlijk al, hè? Dus dat is de amplitude, hè? Want de evenwichtstand is y is 0. Dus de amplitude is 2, dus de y-waarde van t is dan ook 2. Dus dat betekent dat je nu kunt berekenen de richtingscoëfficiënt van L. En die hebben we dan weer nodig om de hoek te berekenen ten opzichte van de x-as. Van, hè, dus L met de x-as. Dus delta i gedeeld door delta x. We hebben de i, we hebben de x. Dus we gaan de hoek berekenen. En dan doen we hetzelfde als we net ook deden. Alleen tussen de haakjes staat wat anders. Dus op de rekenmachine. Opschrijven. En nu kunnen we berekenen hoek AOT. Dus we doen de grootste, min de kleinste. We moeten het eindantwoord geven als geheel getal. Dus ik rond het af op 41 graden. Einde video. Tot de volgende keer.